Dat is niet echt het buitenland in het binnenland, zullen we maar zeggen. Het is heel toevallig gegaan eigenlijk. Jullie hebben nu allemaal J-Way wel gezien, denk ik. Die kwam ik via Twitter tegen, die had vragen. Er speelde van alles in zijn leven. Hij had via een schoolwerk van zijn geschiedenis, van zijn zusjes school, dat over Luther ging, had hij over de reformatie gelezen voor het eerst in zijn leven. En ja, daar ontdekte hij een diepgang in theologie en in zijn geloof. Dat sloeg hem eigenlijk achterover. En ik raakte met hem in gesprek en via hem kwam ik steeds meer mensen tegen. En wat je gewoon ziet gebeuren op dit moment in de binnensteden van Nederland is een machtig werk van de Heilige Geest. Er worden gewoon jongeren gewoon aangeraakt en krijgen een enorme honger naar de waarheid, naar diepgang, naar substantie. Waarom sta ik nou eigenlijk met mijn handen in mijn lucht? En waarom roep ik halleluja? En ja, dat heeft steeds meer vorm aangekomen. Ik kom hier ook weer een jongen tegen, Ray. Die gewoon vertelt van, ik had echt zelfs zoiets van, God, waarom ik? Het is gewoon, hier zie je iemand en daar. En ja, we vinden elkaar langzaam allemaal. Maar in de Bijlmer zie je gewoon ook een honger, een vraag. Eigenlijk een roep. Jeremy zit daar. Een roep van, geef ons de waarheid. En ja, wij mochten toen voor Heartcry, voor Conrad Mbewe, een avond organiseren in de Bijlmer. En we hadden daar 4 dagen voor, we hadden niks. En in 4 dagen was er een zaal, was er een worshipband en waren er 140 jongeren. Die 3 kwartier lang ademloos hebben zitten luisteren naar de boodschap die Conrad Mbewe mocht vertellen. Een mooi getuigenis. J.W. was bezig met een jongen om hem te discipelen en de waarheden van het evangelie uit te leggen. En die belde hem de volgende dag op. J., het is geweldig en ik heb het uitgemaakt met mijn vriendin. Hij woonde samen. En ik ga er helemaal voor. En die jongen, het is nu een groepje van 5 jongens ook, die iedere woensdagavond bij elkaar komen. Om de Bijbel te bestuderen, maar ook te bestuderen hoe zit het met de kerkgeschiedenis. Wat zijn onze voorgangers? Wie heeft wat te vertellen en wat kunnen wij daarmee? Hoe kunnen we anderen bereiken? Hoe kunnen we mensen die substantie, die diepgang, dat evangelie vertellen? En the same thing, the same problem you have. It's so hard to get them from this prosperity, from this, it's me. God is there for me. Maar langzaamaan zie je toch dat mensen, dat er steeds meer jongeren en steeds meer mannen, vrouwen, toch dat die diepgang, dat evangelie leren kennen. En de roep staat, geef ons de waarheid. Zoals de man in de droom van Paulus. Kom naar ons en help ons. Kom ons leren, kom ons lesgeven. Dat is een oprechte vraag. Er is zoveel honger. Kom ze tegemoet. Breng het evangelie ook naar de binnensteden van ons land. Amen. Hoe heb je zelf leren kennen? 4 jaar nu. Ik moet even zeggen, mijn vader is dominee. 5 jaar directeur geweest van Youth for Christ. 9 jaar voorzitter van de synode van wat nu de PKN is. Ik wist alles. Alles. Het was weinig wat je mij wijs kon maken, dacht ik. Over de Bijbel. Over God. Het zat allemaal wel goed. Maar als je zo'n vader hebt, dan is puberen betekent je afzetten tegen je vader. Het enige waar ik me tegen kon afzetten, was het geloof. Want niks anders was er. Dus dat heb ik ook flink gedaan. Ik ben vrouwen gaan versieren, gaan blowen, drinken, uitgaan, noem het op. En nu, 6 jaar geleden, kwam ik mijn vrouw tegen. Die letterlijk in een droom, we kenden elkaar al ietsje eerder, maar toen was ze verder in een droom te horen heeft gekregen. Koos Boomsma is jouw man. En zij had zoiets, ze was een wedergeboren pinkstermeisje. Een rokende, blowende, noem het op. Hoe dan?
We zijn inmiddels 6 jaar getrouwd. En ik ging eerst met haar mee naar de kerk. Dat was leuk. De muziek was goed. Het was gezellig, het was lekker eten. Maar het raakte me niet. Maar ondertussen werkte God aan mijn hart. Er gebeurden voor mij dan vreemde dingen. Bijvoorbeeld, we liepen in de Notre Dame in Parijs. En in mijn ooghoek zag ik een vrouw voor een Mariabeeld notabene bidden. En dat sneed door mijn ziel. Ik stond daar, ik was nog niet bekeerd, ik stond daar ter plekke te huilen. Ik begreep het niet. En later ook in de gemeente was er een vrouw, een asielzoeker. Zij had inmiddels haar status gekregen, haar man nog niet. En er was een oproep, wie wilde naar voren komen voor gebed. En ja, ik wist dus van dat probleem. Ik wist ook dat zij met een burden naar voren ging om te bidden voor haar man. En voor hun situatie. En er werd een enorme poppenkast van gemaakt. En weer, het sneed door mijn ziel. Ik werd gewoon woedend, ik werd ziedend. En ik ben naar voren gelopen. Ik heb die pastor weggeduwd. Ik heb haar op haar benen gezet en gezegd, ga zitten, God heeft je gehoord. En ja, toen gebeurde er van alles in die kerk. Er kwamen ruzies, dat werd op een gegeven moment zelfs fysiek. Tussen de pastor en iemand waarvan hij dacht dat hij de boel wou overnemen. Toen kwam haar moeder met, ik weet nog een kerk waar het woord goed is. Dat is de wegwijzer in Almere. En André Melmeester, ja. En daar zijn we toen heen gegaan. Daar hebben ze een cursus, wegwijs in de Bijbel. En tijdens die cursus vielen alle puzzelstukjes op zijn plek. De schellen vielen van mijn ogen en mijn hele leven is veranderd. Maar nogmaals, er is een enorme honger en een enorme nood in de binnensteden van Nederland. Alsjeblieft, kom de mensen tegemoet.